Mijn favoriete boek is Pride and Prejudice. Dat las ik toen ik 16 was, denk ik. En nou, ten eerste vind ik het al fantastisch dat een schrijfster van 200 jaar geleden een pubermeisje helemaal het hoofd op hol kan maken. Het gaat over een liefde op het platteland. Niks is wat het lijkt. Status. Geld maakt het uit wat je hebt of niet. En uiteindelijk overwint de echte liefde. Het is heel erg grappig. Het is met heel veel gevoel voor humor geschreven. Dat had ik toen al door toen ik 16 was. En ik heb daar eigenlijk nog steeds bewondering voor dat een vrouw in de 1800 zoveel op die manier al kon schrijven. Hoewel ze toen eigenlijk alleen maar op zoek moesten naar een welgestelde man. dat deed zij niet. Zij schreef boeken. Ik heb ze allemaal verslonden. Het zijn er helaas maar 6. Maar echt een aanrader om er weer eens bij te pakken. En een echte klassieker.